staan hier op een heel speciale locatie. Het is weer rommelmarkt georganiseerd door de muziekvereniging Sint-Willibrord NS. En we staan hier even met Frans Peek, de grote organisatie, Zater. Frans, waarom in godsnaam staan we niet in de S en zijn we nu allemaal hier bezig? Nou, waarom staan we hier? Kijk, we wouden toch eens een keer een andere opzet hebben. En we kregen een gigantisch mooie aanbod van de familie van Oorschot. Ze komen het eens een keer bij ons doen. En nou, dat hebben we bekeken. En daar zagen wij gelijk, daar zagen we zitten. En dan denk je, ja, mooi, en zetten we wat tenten erbij. En de hele sfeer hangt hier. En we hebben nu al het idee dat dat gewoon hartstikke leuk is. En, ja, het ziet er ook ontzettend leuk uit. Ja, nee, maar ook de sfeer. Want gisteren waren we klaar. En nou, we hebben hier echt tot 12 uur nog lekker na zitten borrelen. En hartstikke leuk, ontspannen allemaal. En dan komen allemaal dat je hier buiten werkt. Hè. Dus ja, ik hoef ook nergens naar te letten dat je iets kapot maakt of zo. Hè. Want ja, het is toch allemaal kwetsbaar in de S. En dan moeten we, en dan ook het werk. Want als we dan klaar zijn, dan moeten we heel die S schoonmaken. En de gordijnen weer ophangen. En de vloeren dweilen. De wc's schrobben. Nou ja, dat hoeven we nou gelukkig al niet meer. Dus vandaar zijn we heel gelukkig dat we hier staan. En ja, ik denk dat het een heel goede opzet is. Ja, en hoop maar dat het een goede opkomst is, dat het flink gehandeld wordt. Ja, ja, laten we hopen, want er is genoeg handel op dit moment. Ja, ik zie hier van alles staan. Ja. Zijn er nog? Goed, we hebben hier Henk ook even niet blijven. We staan, Henk. We kunnen het zien. Henk, ja, zeker. En bijvoorbeeld ondernemer. Ja, ik ga een winkel opzetten, want ineens is het niks meer. En ik heb iets waar nog niemand heeft. Oh, ik heb het gelijk. Hoe kwam er in godsnaam erbij om die mensen hier uit te nodigen met dat soort nou, dat we nu op de plaats hadden? Het is eigenlijk half en half nog, sorry, nog een voorstel van mijn eigen geweest. Want ik kon al 40 jaar mee, al 40 jaar niet precies, maar toch al zo lang als het bestaat ophalen. En dat is iedere keer er in dorp laaien en lossen, dat is een probleem. Nou, het in- en buitenhalen is een probleem, het afvoeren is een probleem. Dan vond ik dat het hier makkelijker ging. Vandaar dat ik eigenlijk de voorstel zelf meteen bij Hadi samen het voorstel gedaan heb om het zo te doen. Ah, het is een leuk idee. Is er soms ook iets, Henk, om alles gewoon te laten staan dat het een doorlopende handel wordt hier? Dat zei ik ook al. Als ze nou een bepaalde huur geven, dan mag ze het laten staan. Dan mag ze volgende week verder gaan. Ik denk dat ze vanavond een paar flessen bier geven en dat ze erop terugkomen. Dat is nou, niet nou, of denk ik dan op eens even doen. Kijk, ik heb er nog geen meer. Ik moet ook boterhammen eten. Dat kan goed gebeuren dat die met bier alleen niet tevreden is. Maar daar gaat het niet over. Kijk, het is een aangaande. We hebben er zelf ook al werk en moeite mee gehad. Want de spullen moeten toch leeggemaakt worden. De hokken moeten leeggemaakt worden. Je krijgt toch verschillende categorieën mensen in een huis. Maar ja, je moet er toch vertrouwen in hebben. Als je dat niet doet, dan hoeft er niks te organiseren. Nee, vind ik. Hè? Nou, maar hier, dit komt goed. Dit komt goed. De organisatie die is, kun je gerust zeggen, 110%. Daar stonden ze ook achter en ik zelf wist dat ook, anders had ik het ook dus niet gedaan. Dat, met weer op zich is droog. Ja, dat schrift al zonder meer. Ja. Kijk, en de accommodatie, dat was zelf al een gedeelte, de rest hebben ze erbij gezet. Eventueel, als het zou regenen, hadden ze er binnen kunnen. Ja. Maar ja, dat hoeft nou gelukkig niet. Nee, het is gewoon heel erg mooi. Ik ga een keer rondkijken, ik ga kijken of jullie Mia nog te pakken kunnen krijgen. Ja, doe maar. Ja. Of dat ze met... of dat ze ook op de regen is, ja. Nou, we hebben er wel niet in een slapeloze nacht van gehad, maar... Vannacht toch wel gezegd, van is mij vanavond allemaal weg. Ja, hebben we toch wel aan liggen denken. Maar ik neem aan dat het wel lukt. Dan ga ik even vragen. Ja, goed, ja, goed toch. Succes, goed. Iedereen op zijn plaats. We gaan starten. Iedereen op zijn plaats. We gaan starten. Ja, kom maar. Ja, allemaal goeie hoor, en ben je geld en veel kun je. Ja, waar was die niet in? Ja, dat komt binnen, Alles. Heel veel goeie spul voor weinig geld. Kijk hier hoor. Thank you.
De Essen Sint Willibrordus muziekvereniging is weer actief. En wie treffen ook Erik Roosmalen. Erik, als er iets te doen is, ben je er al licht bij. Dat proberen wij wel, ja. Dan, het is altijd gezellig en als het dan veel volk is, dan proberen wij op te komen. Ik bedoel, het is een bloeiende vereniging. Als ik hier bezig zie, een nieuw initiatief, er wordt hier alweer heel de week gebouwd bij Henk. En hoe komt in godsnaam op het idee om hier terecht te komen? Maar ja, daar heb ik al met Henk over gehad. Het is toch weer iets apart, hè? Iets nou, ja, het is heel apart, het is heel authentiek. We zijn ook heel blij dat we hier aan de Possenstraat deze activiteit mogen herontwikkelen, om zo maar te zeggen. Hè. Want in de S is het ook altijd heel leuk, daar geen misverstand over, maar op de Poststraat hier te zien, ja, het is gewoon geweldig. Het is geweldig. Was het de regel om toestemming te krijgen in die soort zaken? Is dat eenvoudig gebleken of heb je daar ook weer heel veel beren op de weg? Nee, op het algemeen kunnen we stellen dat wij van de gemeente uit heel veel medewerking krijgen om het een en ander te regelen. Zowel hier voor deze rommelmarkt als voor als wij een muzikaal uitje hebben of als wij ons financiële boeltoernooi organiseren, wat dan ook. Nee, de gemeente is alleen maar vol met positieve medewerking. Het gaat de goede kant op. Je liet het woord Jeugd Boel al vallen. Ik heb het met Frans ook al even over gehad. Zit ook gewoon weer in de pen dit jaar? Ja, de derde zaterdag van september. Dan hopen wij weer heel veel gasten in Essen te mogen ontvangen. En we hopen dan ook dat we weer als van ouds de medewerking van de Essen bevolking kunnen krijgen. En ja, we zien het daar gewoon heel erg zitten om dat weer eens te mogen organiseren. Nou, een en al enthousiast ja. Weer. Spannende uurtjes nog. Hopen dat er wat verkocht wordt, dat er mensen komen. Ik ga eens kijken, want volgens mij is het bijna 11 uur of dat er iets binnenkomt. Ja? Oké, okay, bedankt. Succes en veel plezier. Tot kijk. Hi. Ja, mevrouw. Ja, mevrouw toch. Mia, ik heb net even Henk gesproken. Ja? Die is razend enthousiast. Die loopt hier bijna carnavalesisch verkleed rond. Hij vindt het heel erg leuk. Maar ik hoorde ook dat het misschien voor jou wel een slaaploze nacht was geweest. Nou, slaaploze nacht niet echt. Maar toch wel een beetje zorgen hoe dat hier allemaal een beetje ronddraait. Ja. Vind je zelf ook een beetje leuk? Ja, ik doe graag een stofje snuffelen. Ja, dat zie ik. We staan hier bij de stof. Ja. Zat er nog iets bij waar je iets voor je was of niet? Nee, ik kon echt weg zocht, daar kon ik niet vinden. Ja. En hoe denk je dat nu verder verloopt vandaag? Want dadelijk loopt het hier helemaal vol, denk ik, met mensen. Ja, heel druk. De kleinzoon die heb ik vandaag, maar ik heb gezegd met de drukste blijf jij maar binnen. Oh, laat de melk er toch mee rommelen. Kijk, die gaat maar even televisie. Maar die had al, Ja, het is leuk. Die wil graag een grasmaaier hebben. En dan moet je daar even wachten tot het afgelopen is. Oh, dat het ook met erover blijft. Met erover blijft, ja. En denk je dat ze gewoon om een uur of twee of drie hier gewoon vertrekken en alles laten staan? Of zouden ze netjes opruimen? Nee, ze hebben beloofd dat ze alles op te ruimen. Ben benieuwd. Want ze denken, wou er een bot voor doen, die wou het laten stammen. Ja, dat zei ik ook al tegen. Is dat geen idee? Dan kom je nog een beetje binnenlopen en van alles voorkomen. Nee, dat is een man niet doen. Heb je toch iets om handen? Ga je iets om handen? Mensen op de stoep? Ja, nee, mensen op de stoep hoeft niet zo, maar dat is meer van zijn. Leuk. Mia, ik kan nog even rondkijken, bedankt. En ik hoop dat ik het gewoon heel erg leuk vind. Ja, dat hoop ik en tot volgend jaar. Ja, hopelijk wel, denk ik. Maar ik weet niet, hè. Oké, okay. Dankjewel. Ik ben afwachten. Doei. Doei. Deze dag komt even.